Yo, kijk van GamerMax, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En vandaag, mensen, zijn wij weer in Mindtopia, mensen. Vandaag iets wat ik al heb aangekondigd op Twitter. Voor de mensen die mij volgen, als je me niet volgt, check even een linkje in de beschrijving. Dan zie je wat ik allemaal ga doen op Mindtopia. Maar, zoals jullie aan de titel zien, ga ik vandaag een scooter kopen. Zoals jullie weten, heb ik al een helikopter en een auto. En die auto heb ik ook ondertussen geplaatst. Zoals je hier ziet, hij staat hier. Ik kan nu mijn helikopter, auto in andere steden ook plaatsen. Dus dat is super chill. En ja, ik ga dus vandaag een scooter kopen. En die kan ik dus ook overal gaan plaatsen in alle steden. En dat is kapot chill. In ieder geval, we kunnen binnenkort wel misschien gaan inbreken met die helikopter en weet ik wat allemaal. In ieder geval, ik heb mijn auto, ik heb er nog niet veel in gereden. Maar ik ga dus vandaag ook wel een scooter kopen. Ik blijf maar bij die Benny Shop allemaal, van die dingen kopen. Kijk, die gele auto die ik nou heb, die is best wel chill. In ieder geval, mensen, als mijn microfoon een beetje kut is, ik ga het proberen te fixen. Misschien een nieuwe microfoon kopen, want ik vind dat deze een beetje slecht is. In ieder geval, jullie horen ook misschien een beetje ruis. Dat komt gewoon door mijn computer, die gewoon pauper is. Omdat die een beetje hard blaast, omdat ik mijn instelling heb veranderd. Maar ja, dat ga ik ook proberen te fixen. In ieder geval, mensen, als je dit alvast een leuke video vindt, we gaan de scooter kopen. Doe eens een like, vergeet zeker niet te abonneren. Ondertussen gaan we eventjes een rondje rijden naar de Benny Shop. Even kijken, daar kan ik makkelijk die kant op. Kunnen we even nog mooi met autootje rijden. Kijk, heb ik mijn W ingedrukt en dan rij ik en dan laat ik hem los en dan rijdt hij gewoon door. Dat is geüpdate, dat is echt raar. Maar het is een beetje wel realistischer. Want ja, als je normaal ineens je gas loslaat, dan stopt hij ook niet. Kijk, nu heb ik hem losgelaten en dan rijdt hij dus nog door. En als ik dan mijn S doe achteruit, dan dus remt hij af. Dus zo werkt de auto een beetje. Maar we gaan vandaag dus al een scooter kopen. En ik heb die besteld, dus als het goed is kan ik hem... Nou, weet het zo meteen direct gaan ophalen. Want ik heb die scooter gewoon besteld een week geleden. En dan kan ik hem nu ophalen. Vond ik leuker voor de video. En wat is dat weer? Even kijken. Dit is ook vernieuwd ofzo. Nou, we gaan dat rondje erin rijden. Daarachter is het. Ik zie het al. In ieder geval, er zit iemand bij mij in de Teamspeak die daar is. Die daar die scooter aan mij gaat verkopen. Dus daar gaan we even naartoe rijden. Oh my god. Ik kan echt niet met die auto omgaan. Nou, waar is ze? Hallo? Hallo? Hi. Nou, goed. We gaan hier de scooter kopen en Alexandra gaat ons helpen vandaag. Of niet? Ja. Ben ik de eerste met een scooter of dat niet? Nee, dat niet. Er zijn al wel een aantal voor jou geweest. Ik denk stuk of 5 hier. Scheid. Koop alsnog eentje. We zijn niet de eerste, maar we gaan er alsnog eentje kopen. Je kan alleen zwart kopen, hè? Ja. Oké, waarom heb jij dan oranje? Omdat ik bij Benny's werk. Oh. Daar kan ik er gewoon lekker in laten rijden, gewoon lekker showen. Nou, ik weet niet of jullie haar goed horen, maar dat zie me vanzelf als ik aan het editen ben. Want ik kan het niet goed instellen. In ieder geval, ik wil dus gewoon die zwarte kopen. Die had ik al besteld eigenlijk, dus... Ja, daarom. Je kan ze gelijk meenemen als je betaalt. Ja, dus ik kan gelijk meenemen. Nou, kan je die groene trouwens ook nu al kopen? Of is ze nog steeds voor alleen leger? Dat weet ik niet. Ga ik even... Wacht. Moet ik het nu vragen? Ja, ga maar even naar de grote baas. Daar loopt de grote baas van Benny's tegenwoordig, Blaze Candy. Ja. Ja, ga maar even de baas vragen. Ga ik even vragen. In ieder geval, mensen, ze hebben hier dus ook nu allemaal nieuwe auto's. Dat kan ik ook wel laten zien. Kijk hier, je hebt nu magenta. Dat is een beetje anders roze dan deze. Dit is paars. Of wat was er nou eigenlijk eerst? Ik weet het niet. Was deze nou eerst? Ja, deze was de eerste volgens mij. Die was er al. Geel, zwart. En deze zijn dan nieuw blauw, paars, 350.000. Groen, 500.000. En kwarts, 1 miljoen. De kwarts kost dus gewoon 1 miljoen en gold kost dus, is dus niet te koop. En die kwarts auto die ga ik maar niet kopen. Max, ja. Jij mag het kan niet kopen, alleen Ja, dat is wel jammer. Anders zou ik... De kwarts is gewoon echt mooi. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen als ik hier werk. En iemand met 6 miljoen langskomt. Nou, in ieder geval, ik wil gewoon die scooter, want ik heb natuurlijk al een auto. Waar staat mijn auto eigenlijk? Oh, hier, ik kan hem hier buiten laten staan. Nou, ik rij hem even naar binnen. Ga jij maar even papierwerk pakken, dat ik kan betalen. Ja. In ieder geval, dan laat ik nog even zien dat die nieuwe auto's te koop zijn. Mensen, als deze video de 5000 likes haalt, koop ik de kwartsauto. De 5000 likes, mensen. Kappa. Nou, in ieder geval, die scooter gaan we dus kopen. En ik kan hem zo meteen meenemen, toch? Want ik had hem besteld. Okay. Ja, want je kon hem gisteren al ophalen, maar dat is ook prima. Oké, dan gaan we
Even doen, hoeveel kosten die alweer? 250.000 euro, mensen. Dat kost een bakken met geld. Nou, dat is hier heel open allemaal. Ja. Nou. Ik vind de motor wel veel chiller om in te rijden dan een auto. Ja? Ja, ik ben ermee vanaf de Mindtopia gemeente, weet je wel. Nee. Daar kon ik gewoon naar een ander gebouw toe springen. Terwijl je kan vet hoog met die dingen springen. Even kijken, er zijn 50 briefjes. Ik ben pro in rekenen. Even kijken, zitten we terug op de rekening. Krijg ik ook bonnetje of dat niet? Dat ik bij mijn vorige aankopen... Nee? Nee? Hoezo krijg je geen bonnetje dan? Gewoon alles staat gewoon in een docs en ja, je komt gewoon Sammo. Nou, ik heb het opgenomen met de telefoon, dus als je hem scant. Oké. Ja, prima. Zeker. Nou, hier heb je de doekoe. Er gaat weer 250.000 euro van mijn rekening af. En zet je het nou gewoon op je eigen rekening? Is dit een scam? Nee, op de Oh, oké. Okay. Oké. Ja, ik geloof het. Jij moet boven even een motor halen. Nou, ze gaat de motor halen. Oh, wacht. Dan ga ik... Nee, wacht. Nee, dan rij ik wat even... Nee, wacht. Ik wou mijn auto terugrijden, maar dat doe ik maar niet. Want dan moet ik die scooter daar weer opnieuw daar gaan plaatsen. Dus dat heeft geen zin. We doen zo meteen wel een race, als ik mijn scooter heb. Oké, nee, neem ik ook een zwarte, want als ik die rode pak, dan ben ik veel sneller. Nou, oké. Dus ik krijg geen boekje? Nee. Zo. Op de portals. Nou, heb je hem al? Ja, ik heb hem al, maar die portals werken niet mee. Nou. Hier. Yes, mensen, eindelijk. Blackbuy, oké, dan ga ik even met de auto. We gaan starten bij de parkeerplaats. Oké, we gaan even een race doen voor de video. Voor de video, hè. Mensen, laat even nu achter in de reacties wie er denkt dat je gaat winnen. Iemand die nog nooit op een scooter heeft gereden. Ik dus. Of tegen iemand die bij de scooter ding werkt. Oh, dan plaats we. Ja, dan pak ik die gewoon even op. Kijk, mensen, mijn eigen scooter. Hey. Je kan ook springen hiermee, dat is echt grappig. Hey. Ja. Als het heel snel gaat, dan wel wat verder. Oké, we gaan een rondje doen. Van hier. Ja. Tot en met wie het eerst over die lijn is. Welke lijn? Deze. En dan start. Jij gaat de andere kant op. Oké, jij gaat de andere kant op. Ik ga die kant op. En dan wie het eerste weer terug is. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet of het lukt. Want ik krijg nooit rondje. Ik ga meestal naar Davids huis en dan weer terug. Nou, gewoon een rondje. Oké, ja? Oké, proberen. Ja. 3, 2, 1, go! Oh, daar ga ik, mensen. Ik heb nog nooit met dit ding gereden. Oh, ik moet wel recht. Ik kom in de gevoel van een auto. Ja, ik merk het. Oh, ik ga nu al keisnel. Oh, ik bots. Oké, okay, gaat maar redelijk. Ben je al gebotst? Ja, wel. Oké, ik ga... Ook! Ja. Even kijken. Oeh, ja, ik kon de bocht niet maken. Oh, hij schiet ook helemaal door. Oh. Oh, het gaat nog goed. Even minder gas geven. Oh, ik ben er best goed met de scooter. Oeh, ik ben al bij Davids huis, ik weet niet waar jij bent, maar... Ik ben nog niet tegengekomen. Oh, dit wordt een spannende race, mensen. Dit wordt een spannende race. Nee, ik ben in zo'n... Ik ben in zo'n tuintje gevallen. Okay. Ja, ik ben er weer uitgesprongen. Oké, nu moeten we even snel gaan. Want ik lig denk ik net iets voor. Want jij moet nou heel veel bochten door. En ik... Oh, nee. Oeh. Ik had veel te veel... Veel te veel gehad. Nee. Ja, ik krijg nu Benny's voorbij. Hoe dan? Gewoon... Hij... Fuck! Nee! Hoe dan? Oh, ik heb verloren, mensen. Ik heb verloren. Hoe? Huh? Hoe voelt het nou? Ja. Nou, als we weer een nieuwe auto zullen, dan gaan we nog een race doen. Dan gaan we zien wie het beste is. Ja, het is goed. Shit, man. Ik heb gewoon verloren, mensen. Ik heb gewoon verloren. Nou ja, het was de eerste keer dat ik op zo'n scooter reed. Op zich, ik vond het nog wel goed gaan. In ieder geval, mensen, ja... Dit was dus een video. Binnenkort komt er nog een speciale video online. Dus abonneer als je het nog niet hebt gedaan. In ieder geval, mensen, doe ook eventjes een like als je het nog niet hebt gedaan. En dan, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wil je nog wat zeggen? Nee. Oké, doei.
Ho.